Nou, afgelopen vrijdag natuurlijk al een wedstrijd gehad. Morgen nog één. Vrijdag nog één. Drukke periode. Houdt de selectie er vol qua fitheid zo? Ja, wel. Eigenlijk is iedereen fit behalve Terre Onda momenteel. Het is ook altijd prettig als je wedstrijden wint, dan heb je er altijd minder last van. En ze kunnen het goed volhouden, zijn fit en staan er goed op. Nou, is een wedstrijd morgen tegen de Hekkensluiter toch? Misschien een wedstrijd waar je spelers wat rust kan gaan geven in zo'n drukke periode, of is dat niet zo? Nee, die positie zijn we helemaal niet. En we kijken ook niet naar de stand van hoe de tegenstander staat. Wij willen gewoon graag die wedstrijd winnen. En we willen eigenlijk doorgaan waar we vrijdag geëindigd zijn, zeg maar. Dus we gaan zeker geen jongens rust geven. En rust gaan we alleen na de wedstrijd geven en kijken hoe ze er dan voor staan. Maar laat duidelijk zijn dat wij Den Bosch niet onderschatten daarin. Een van de dingen waar veel over is gepraat is het nieuwe systeem, of een ander systeem waar jullie afgelopen vrijdag hebben gespeeld. Was voor jou ook een beetje een nieuwe rol? Hoe voelde dat? Ik heb natuurlijk wel al vorige seizoen met Telstar heb ik dit systeem gespeeld, 5-3-2. Dus voor mij was het niet onbekend. Ik heb wel vaak dat systeem gespeeld, dus ja, voor mij was het wel goed, denk ik. Dan was er natuurlijk nog een wat opvallender wisseling. Nou ja, keeperswissel is eigenlijk altijd opvallend natuurlijk. Ja, ja. Betekent dat dan ook dat Brandhorst nu de nieuwe vaste nummer 1 is? Ja, op dit moment wel. Kijk, we gaan niet volgende week weer terugwisselen. Die keuze maak je voor een langere periode. Dat hebben we ook gedaan met Norbert voor het seizoen. Alleen, ons gevoel is dat daar een verandering in moest komen. Nou, dat hebben we gedaan. Dus je hoeft niet te verwachten dat volgende week weer teruggedraaid wordt. Nee.